ja, je bent best wel nieuw in de rap scene. Yeah. Maar ja, weet je, er wordt ontzettend veel over je gesproken op dit moment. Mm-hmm. Voorheen maakte je vooral nummers waarin je zingt. Mm-hmm. Maar girl, ik wist niet dat je zo kapot kon maken bij die 101 sessie. Moet me nog je bonbon, timo concurrent. Corpo checa gelozon, un porrito kees. Anni anni was dom, mooi met persendet. Ai ai ai. Tippen meriton, moest me kon met je friendly. Chanta, Chanel, Capucci of Fenty. Chauffeur in privat bonbon giro met Bentley. Wat wil schenken voor dit, pippel schenkt die. Had jij verwacht dat dit zo'n ontzettend succes zou zijn? Nee. Nee. In eerste instantie niet. Ik was sowieso in het begin ergens aan het twijfelen of ik dit echt zou doen. Want Kosso kwam wel met die idee. Mm-hmm. Hij zegt, kom, laat bij 1-1 bars gaan. We zijn de eerste koppel ooit bij 1-1 bars. En ik was zo, want ik kon er wel zijn 1-1 bars. En dat is meer zo, yeah, rap, dit, dat. En mm-hmm, deze kant kanten wel mijn fans nog helemaal niet van mij. Nee. Dus ze kanten wel dat ik over liefde zing en al die dingen. Wel het lief meisje ben. En ja, daar was wel tijd nu om een beetje mezelf een beetje van de andere kant te laten zien. Ja, gaaf. Want nou ja, goed, zoals je ziet, deze sessie is echt enorm hard gegaan. Ja. Hoe waren de reacties erop? Ja, ik was eigenlijk heel zenuwachtig. Of hoe je dat zegt in Nederland. Yeah. Really excited. Uh-huh. Ik kon echt niet wachten tot die uitkwam. En als die dan uitkwam, ik heb echt heel veel mooie reacties gekregen van mensen. En vond het echt leuk. En heel vaak kwamen mensen dan ook gewoon naar me toe. En dan zeiden ze van, hey, dit stoer zingen en stoer rappen, dat staat je ook. En ik was zo, dankjewel. En dat vinden wij ook. Ja, maar echt, het viel ons al op. Het viel ons op dat heel veel reacties voor deze keer niet over Kosso echt ging, maar vooral heel erg Dorentina. Het was heel erg veel Dorentina. Ja. We hebben de meest opmerkelijke reacties hebben uitgezocht. En je mag die gaan voorlezen. Ik wil beginnen met de eerste. Dit is een reactie van Jan Uithof. Je mag hem oplezen. Ik heb mijn bril niet, dus ik moest eigenlijk hier lezen. Oh. Ik zal hem wel even lezen. Sorry. Er staat daar, even kijken hoor. Ik kan ze ook niet lezen. Wel echt een stukje geschiedenis wat ze hier schrijven. Love them or hate them, ze doen het wel. Ja, en daar gaat mijn vraag eigenlijk over. Jullie zijn het eerste koppel dat meedoet aan een 101 bar sessie. Maar waarom denk je dat jullie eigenlijk nu pas het eerste koppel zijn? Waarom doen mensen dit niet vaker? Ik weet het niet. Je moet ook in eerste instantie moet echt allebei van muziek houden. Dus mm-hmm, ik hou van muziek, Kosso houdt van muziek. Dus als je dan zo'n mix hebt, dan denk ik dat vaker mensen voor muziek samen gaan. Beyoncé en Jay-Z doen hetzelfde. Yeah. Dus je hebt wel die koppels. Maar in Nederland had je dat gewoon nog niet. En ja, we waren een koppel. Hij deed muziek, ik toen die tijd nog niet. Nu ben ik er ook nu een beetje nieuw bij. En waarom niet samen doen als we toch dezelfde passie hebben? Zijn jullie een beetje Beyoncé en Jay-Z ook? Nee, ik denk we zijn wel Dorentina en Kosso. We hebben wat ons uitmaakt. Maar het is altijd leuk om iemand te zien die wel hoger staat dan jouzelf. Ja, om je een beetje aan op te trekken misschien. Ja, juist. Ja, mij geeft het gewoon motivatie. Als ik zo Beyoncé en Jay-Z samen zie, denk ik van, misschien staan we ook op zo'n podium samen. Dat zou heel hard zijn. Dat zou echt heel hard zijn. Ik wil gaan naar de volgende reactie. En dat is dat moment dat een vrouw in drie verschillende talen, waarvan de meeste twee talen niet verstaan, harder is dan 90% van de rappers. Heel veel cijfertjes om een punt te maken. Ja. 92%. Wel 1500 likes op die comment. Bizar, bizar. Wordt je muziek ook opgepikt in Duitsland en in Kosovo? In Duitsland wel. Dus ik heb heel veel meisjes die me dan gaan video's sturen. Ook in Zwitserland, daar heb ik ook een paar meisjes die sturen me dan ook video's. Dat is heel leuk. Om te zien. En sowieso is het leuk om te zien als mensen gewoon niet de taal en niet verstaan en tegelijk de vibe voelen. Mm-hmm. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik wilde gewoon bereiken. En dat heb ik bereikt. En dat vond ik heel leuk ook dan om te lezen in de comments. Ja, heel tof. Ja, dat vind je zelf. Ja, maar vind je zelf ook harder dan rappers uit de scene? Nee, dat zou ik niet zeggen. Ik heb gewoon mijn eigen vibe. Maar iedereen komt met zijn eigen flow. Dus ik heb het een beetje met mijn dingen. Ik heb een beetje met mijn stijl. Ik mix gewoon die talen alsof het gewoon niks is.
En dat maakt mij dan een beetje uit. Maar iedereen komt op zijn eigen manier goed. Dus ik zou niet nooit zeggen, ik ben harder dan die of harder dan die. Nee. Dat laat ik gewoon de fans doen. Als ze dat vinden, dan is het goed. Maar... Ja, wij vonden in ieder geval wel dat je heel uniek was. Dus we keken naar jou en dachten, oh nee, dit hebben we echt nog niet eerder gezien. Weet je wel? Dus dat zorgt ervoor dat je denkt, oh, dit is leuk. Ja. Dit is nieuw. Ja, leuk, dankjewel. Ja, hey, de volgende was misschien wel de meest geposte comment. Ben ik de enige die Dorentina harder vindt dan Kosso? Lol. Wat vind je hiervan om te horen? Is het leuk of toch een beetje zo... Ja, het is wel mijn boyfriend. Kosso had een heel leuke reactie daarop. Want we waren een dagje... we waren gewoon samen aan het zitten. We waren de comments aan het lezen. En hij las dan gewoon zo'n comment voor. En hij zegt, dit wilde ik bereiken. Dat mensen gewoon naar jou toe kijken. En dat jij de shine pakt. Zei Kosso dat tegen jou? Kosso zegt dat tegen mij. Dus dat was heel leuk voor mij. Want ik las die comments niet voor. Ik las alleen zo, ja, kijk wat ze over mij zeggen en zo. Maar als ik dit dan las, voor mij was het dan zo... Ik wil hem geen slecht gevoel geven. Maar hij zegt tegen mij, dit wilde ik bereiken. Ik wilde dat nu de shine zo'n beetje op jou komt. Want hij was zo van, ik ben nu echt heel lang bezig in de muziekindustrie. Me kennen ze... Maar jou kennen ze nog niet allemaal, dus... Dat is zo eigenlijk heel veel maar het zegt over ook veel ook over jullie, ja, toch? Zeker. Ja, zeker. Absoluut, absoluut. Ja, we hebben nog een reactie namelijk. En die willen we ook... Ja, je hebt allemaal je bril niet op. Leuke. 2014, Kosso neemt vader mee. 2020, Kosso neemt vrouw mee. 2030, Kosso neemt kind mee. Ja, en nu dan natuurlijk de vraag, hè. Wanneer beginnen jullie aan een mini Kosso en Dorentina dan? Ja, 2030, dat is nog 10 jaartjes. Ja. Ik denk 10 jaartjes hebben we sowieso kinderen. Inshallah, dat hopen wij. Ja. Ik denk als ik klaar ben met studeren... Heb ik ook tegen Kosso gezegd, dan gaan we gelijk beginnen. Dan stoppen we er niet. Ja, even tussendoor, wat voor studie ben je nu aan het doen? Engels en Duits. Nou, leuk. Ach, dat is ook weer goed voor je muziek natuurlijk. Dan kan je het wel een soort van combineren. Ja, jullie zongen natuurlijk in jullie track 500 PS ook al. Ik wil 4 kinderen en 2 honden. Is dat dan... Echt zo, die 4 kinderen? Of wil je meer kinderen? Of meer honden? Nee, het is echt ook een zo. Kat is... misschien? Nee, katten niet zo. Nee, honden wel. Ja. Okay. We hebben nu al een hond, dus nog eentje moet erbij. We moeten een vriendje hebben, maar we... Inshallah gaan het 4 kinderen worden. Dus het is altijd, ik vind het altijd leuk, 2-2. Dus niemand is alleen. Okay.